Hallo dames en heren en ontzettend tof dat jullie de moeite hebben genomen om weer op deze video te klikken. Tenminste, ik hoop weer. Ik hoop dat je vaker dan één keer de Minecraft Survival kijkt. Zo niet, super tof dat je voor de eerste keer kijkt. Mijn naam is Enzo Knol. Dit is mijn Minecraft poppetje. Dit is mijn lekkere sappige appel. Dit is mijn zwaard. Dit is mijn pickaxe. Dit is mijn je snapt het idee. Ik heb heel veel spulletjes. En als het goed is, als ik hier naar boven ga, dan zien we onze gast straks. Dan gaan we even deze mooie... Volgens mij kan ik dit een wendeltrap noemen. Zoiets, geloof ik. Het heeft geen hekjes. Het is een beetje gevaarlijk. Maar als we er... als we uiteindelijk hierboven zijn, dan... staat hier, dames en heren, de Elytra Lance. En daar staat Sam! Wat doet hij dan toch als een tovenaar? Shake je mina. Holy moly. Ja, hij is af. Hij is klaar. Je hebt het super vet gedaan, man. Hij is dus verplaatst. Zie ik daar nou allemaal bootjes beneden liggen? Ja, dat zei ik net volop, dat moeten we opruimen. Ik denk al, wat is dat allemaal, joh? Ja, dat is misgegaan. In ieder geval, wat heb je hier in de chesten? Oh, dit zijn gewoon twee lege chesten. Ja, want je gaat natuurlijk super vaak dood als je zo'n elite klaus. Als je denkt van, oh, ik moet echt even iets bewaren wat niet weg moet, dan kan je hem hierin gooien. Ah, op die manier. Ik snap het. Oké, dat is duidelijk. Nou, dan gaan wij hem sowieso uittesten. Ik denk dat het trouwens... Oh, dit is denk ik wel leuk. Even kijken, dan moet ik hier... Nee, Sam! Nee, Sam! Oké, weet je, ik ga... Oh nee, ik kan niks met het karretje doen. Ik kan hem ook niet ergens plaatsen hier. Ik heb zoveel zin om hier te slaan. Oké. Okay. Later. Oh. Later. Oh, ik parcours achter je aan, hoor. Ja, gaat het lukken? Kom ik, hè? Oei. Oké, gaat ie. Ah! Dit is gewoon je eigen parcours. Oh, nee! Oei! Oké, waar gaan we naartoe? En dan gaan we nu... Ah! Oh, ik heb het niet gehaald. Haha, jij bent beter dan ik, helaas. Ik heb verloren, ik geef me over. Oh, shit. Maar goed, het leek mij trouwens wel leuk om een soort van wedstrijdje te doen. En het is wel een beetje een wedstrijdje op vertrouwen. Ik neem hier 12 signs mee. En dan gaan we, of je nou leuk vindt of niet, maar we even al die trappen lopen omhoog. Ja, je kan ook een soort lift maken in 1.10, heb ik begrepen. En dat kan je dus ook doen met slime blocks. Dus daar gaan we ooit een keertje naar kijken. Ik vond het eigenlijk wel iets voor jou om dat te weten, of weet je dat ook? Ik heb het 1 keer eerder gedaan en het mislukte. En dat was niet in 1.10, dat was echt heel lang geleden. Oké, dan ga ik het dus niet met Sam doen ooit. wel weet ik dus iets leuks. Hebben we de Elytra Lance hier? Elytra? Ik heb er nooit eentje gehad. Dan ga ik nog even snel de Elytra erbij halen. Als jij daar blijft, dan zal ik alvast het spelletje gaan uitleggen. Het lijkt mij leuk om een soort van wedstrijdje te doen om te kijken wie er het hoogst kan vliegen. Dat is duidelijk, meneer. Weet je zeker? Ja, 100% zeker. Want 100 euro op Sam. Ik heb 100 euro op Sam. Ik heb namelijk wel eerder even een vlucht gehad met, hoe heet het? Knolpower Express. Oh. Ja, Knolpower met Express. Knolpower Airline Express, zo heet het. Oké, ja, ja. Interessant. En toen had ik mijn riem gewoon omgedaan als eerste, dat leek me wel handig, die gordel. Maar daarnaast heb ik 500 aangetikt op de radar. Wauw, 500? Ja, 500, dus ik ga hier even een bordje maken, zo hierboven. Ik denk sinds dat je het makkelijk kan redden. Welkom bij de Airline Knolpower Express. Geniet van uw vlucht. Geniet van uw reis. Zo, even geniet van uw vlucht past er niet, dus geniet van uw reis. Van uw reis. Jij hebt het goed, toch? Ja, there you go. Oh, kijk eens aan. Nou, ga ik de allereerste vlucht maken om te kijken hoe hoog ik kom? Ga niet dood, zou ik zeggen. Succes! Komt goed, dames en heren. De allereerste vlucht met Airline Knolpower Express. Are you ready? We're taking off. Ladies and gentlemen, fasten your seatbelts and make sure you are very nice seated in your belt. In your chair. I don't know. Ik zit heerlijk achterover. Something like that. If the airplane goes like... That's a little bit of turbulency. Make sure you don't panic. Just stay calm and say Knolpower and you will survive. We're taking off in 3, 2, 1. Oh, hoog. Nee, ik zie je niet eens meer. Oh mijn god, dit was echt een keiharde faal. Echt? Ik weet nu dat er een bepaalde tactiek aan vast zit.
Er zit serieus een bepaalde tactiek aan vast. Ik oh shit, ik ga veel te... Sam! Oh, yo! Oké. Ik weet nu, er zit echt een bepaalde tactiek aan vast. Je moet namelijk iets doen. Ga ik dit verklappen en ben ik dan heel sportief? Of hou ik dit voor me en vertel ik het niet aan Sam? Eigenlijk is het eerlijkste dat je het eigenlijk niet gaat vertellen. Pas zometeen gaan vertellen. Oké, zal ik dat dan doen? Want misschien weet ik het al. En ga ik je gewoon dik ownen. Want hoeveel heb jij gehaald? Ik heb maar iets van 260 of zo. Of 280. Ergens daartussenin. Kan ik eindelijk winnen van Enzo? Ja, ik geef je de Elytra. Please, ga niet dood. Want dan gaat er natuurlijk heel veel van de boord eraf. Maar de eerste vlucht... Ja, dat was even een vlucht... Ja, wow, die zombie heeft me helemaal gevolgd. What the heck? De eerste vlucht was even een warming-up, hè. De motors moesten nog warm worden, weet je wel. Dat zou soort ik ook zeggen. Nee, dat is gewoon zo. Dus ik zou zeggen... Met de echte knophouw express. Dat de eerste vliegtuig niet echt goed gaat. De eerste moet even inkomen. Ja, dat zou wat zijn als dat in real life zo was, hè. Dames en heren, welkom aan boord. Dit is onze eerste vlucht. Geen idee of het goed gaat. We gaan nu uittesten. Veel plezier. Hey, tel af. Oké. Let's go in 3, 2, 1. Oh, het gaat net regenen. Ik ben bang. Okay. Dames en heren, okay, we hebben nog nooit gevlogen in de regen. Wow. En 526 heb ik gehaald. 526. Oké, dit is eng. Oké, het is heel donker geworden. Ik ben zo hoog. Waar ben ik? Sam, waar ben je? Oh, daar is het. Kom ik aan. Waar? Ik zie je niet, Sam. Oh ja, ik zie je. Een perfecte landing, of niet? Dat deed je echt super bazig. Ik ga voor jou hier een bordje neerzetten. Hier staat Sam en dan heb je 526, toch? 526. Kijk, je staat daar. Bam. Nou, ga ik het nog even één keertje proberen. Maar wat was... Nee. Wat was nou het ene waar jij door faalde? Bam. Daardoor, die zat gewoon even dwars. Ja, die zat mij dwars. Dat was gewoon... Ja, ik wilde nog zeggen, je moet boeren voordat je gaat. Maar ja, nu heb ik geboerd voordat ik ga, dus nu komt het goed. Nee, wat mij dwars zat, is dat toen ik met die Elytra launcher de... Bam! Lucht in ging. Toen deed ik veel te laat mijn Elytra open. Waardoor ik heel lang vooruit ging. Je moet hem al open doen als je in het ding zit, hè? Ja, oh, echt? Ja, je moet zo en dan nu spatie doen. Hoppakee! Hoe hoog ga ik? Hoe gast, hoe heb jij dat gedaan met die 526? Omdat jij het te laat doet. Doe ik het nog steeds te laat? Je moet echt al raak je die ladder aan, dan moet je al op spatie klikken. Want dan ga je al in die Elytra en dan moet je gewoon alleen maar omhoog kijken. Oh my god, waar ben ik? Volgens mij vlieg ik de verkeerde kant op. Waar de fuck ben ik geland? Oké, je moet naar het noorden, denk ik. Ik moet naar het noorden. Misschien niet. Waar de hek? Oh, ik ben aan de andere kant van de berg. Maar ik heb 508 gehaald. Dus als jij die voor mij wil noteren, of heb je geen bordje? Ik heb een bordje, ja. Oké, nice. Nou, 508, dames en heren. Dat is hem geworden voor mij. Dus Sam, die staat nu op nummer 1. En de borden, die wordt zojuist weer uitgebreid. Dat is altijd wel fijn. Wat zijn de exacte coördinaten van mijn lieve Sam? Dat is... 190, 95, 9482,357. Oh my god, hoe snel je gewoon met die Elytra launcher verdwaald kan raken is normaal. Ja. Hey, eigenlijk moeten we nog een challenge doen. Wie kan het verste komen? Wow, dat is een leuke. Want je kan natuurlijk misschien helemaal aan het einde van de borden. Dan kan je misschien elke keer zo ver mogelijk komen. Want je kan misschien elke keer verder als de borden groter wordt. Ja. Maar kan je überhaupt wel de borden aanraken? Kan je er doorheen bedoel je? Kan ik... Nee, je kan er niet doorheen. Je kan niet door de borden heen. Maar kan je hem aanraken? Als je gewoon bij de span staat met die Elytra launcher. Ja, maar ik bedoel niet zozeer erheen door je barsten doorheen. Maar kan je er tegenaan komen? Ja, precies. Ja, nou dat kunnen we nu al op zich uitzoeken als je wil. Jammer genoeg hebben we geen 2 Elytra launchers. Anders kon je 2 Elytra launchers naast elkaar neerzetten. Dat zou nog vetter zijn. Dat was super episch geweest. Laat ik eens even een knophouwcoin inleveren. Misschien
hè, hebben we het geluk. Woe. Misschien. Oké, okay, ik doe een beetje mee. Ik heb geen coin, dat is jammer. Ik wel. Ik kan nog steeds niet geloven dat Jeremy gewoon de allereerste aflevering in Elytra kreeg. Dat is echt het ziekste wat er is. Dat is echt gewoon... Hoe is dat mogelijk? Oké, okay, daar gaan we. 1, 2. Elytra. Elytra. Oh. Yes! Yes! Maar dit is ook goed! Dit is ook goed! Be right back! Be right back! Want yes. Je gaat nu met een paard in de Elytra Lounger. I'm go... Wow, dat zou episch zijn, maar volgens mij... Ja, echt dat... Paardje! Kom eraan gevlogen! Oh! Yes, baby! Kijk, eindelijk weer een paard! Woe. Dit paard had... Oh, zit ik nou vast of wat? Oh ja, ik zat vast. Oh, ik zat vast met een touw, oeps. Eigenlijk vind ik dat je nu wel in de Elytra Lounge moet gaan met het paard. Ja, maar laten we kijken of dat kan. Je gaat waarschijnlijk wel dood. Dat ga ik wel zeggen. Je gaat hoogstwaarschijnlijk dood. Waarom? Omdat je paard niet kan vliegen. Ja, maar ik wel. Ik heb sterk genoeg vleugels dat ik ook mijn paard kan tillen, oké? Okay? Oh man, ik ben nu zo benieuwd of dit gaat werken. Wacht, ja, maar ik ga eronder blijven. Nee, maar ik kom natuurlijk nooit in die Elytra. Nou, vast wel, als je een beetje propt. En ik kom ook nooit omhoog, want die trap is te klein. Oh. Dus ik denk dat het niet helemaal gaat werken. Misschien met een biggetje. Even kijken. Nee, ik denk dat niks er doorheen komt, denk ik hoor. Oh. Dat is wel ongemakkelijk, hè. Dat is Yes. Oh, jij zat te kijken bij mij ook nog echt. Ik zat hier achter te chillen. Oeps. Ja, het paard staat in ieder geval in de stal. Maar we hebben nog twee pogingen. Dit is de tweede poging. Elytra. Oh. Een enchantment table. Is wel nice, toch? Is wel fancy. Is niet verkeerd. Het kan slechter. Maar nu, dames en heren, bereid je voor. Voor de epische pack opening. Nou, bedankt voor het kijken. Doei. Ja, bedankt allemaal. Was leuk geweest. Ik pak mijn spullen. Ik ga er vandoor. Ik word boer met 4 beetroot chips. Heb je ooit eens beetrootsoep gemaakt? Oh, nee. Oh, Enzo is echt boer geworden. Is boer Enzo? Ik kan geen boeraccent doen, helaas. Zo, Enzo. Hoe is je boerenleven, man? God. Boerenleven is mooi, man. Ik heb net nog even een paar koeien gemolken. Hey, over koeienmelk gesproken. Oh nee, ga je koeien melken? Ik ga geen koeien melken, maar ik kan wel, als ik die ga fokken, dan kan ik ook knolpauwcoins fixen. Hey, wie ga je fucken in mijn server? Wie ga je fokken? Ja, wie zal ik fokken? Wie ga je fokken, jongen? Heb jij anders nog een leuke troll in petto of zo? Iets wat we... Oh mijn god, ik heb een spook in de survival. Ik heb een spook... Oh. Er valt letterlijk gewoon 2 zombies vielen gewoon daar vandaan. Hoe bedoel je hier vandaan? Hier, daarboven. Daarboven? Daarboven zaten zombies te chillen. Huh? Maar hoezo staat daar hooi? Wow, is dat allemaal hooi? Dat is allemaal hooi. Wow, wat doet er al dat hooi daar? Nou, dat is een... Je weet wel, in een echte... Hoe heet zoiets ook weer? Niet een stal. Een hooiberg. Een schuur? Ja, gewoon een schuur. Hooiberg. Een hooiberg, ja. Nou, die zitten daar te chillen. Nee, want dat is een hooiberg. Dus dit is gewoon een schuur dan. Een barn. Een barn? Ja, dat is gewoon een schuur. Dat is de Engelse vertaling voor een schuur. Ja, dat is zeker waar. Alleen, als ik aan een schuur denk, denk ik echt zo'n schuur waar je je fiets in gaat. Oh, echt waar? Ik juist niet. Oh, jij niet? Waar je fiets in doet, dan noem ik dan weer een fietsenstalling. Oké, fair enough. Ik weet niet waar jij vandaan komt, wat ze in dat dorp van je doen daar allemaal. Maar, je wil niet weten. Yo, ik ben een keer in jouw dorp geweest, hè. Ja, en toen was je verdwaald. Toen was ik keihard verdwaald, ja. Maar het was wel leuk, want ik ging toen kijken bij een livestream. Een 24 uur livestream die jij aan het doen was. Woe! Ja, dat was echt gekke werk. Dat was echt super vet. Anyways, ik heb hier... kijk, ik heb hier allemaal spulletjes voor je. Oeh. Ik heb 34 weed. Ga jij maar eens even tussen die schapen doorlopen. En ga jij maar eens even alle schapen fokken. Want dan krijg je een achievement. Dus dat betekent weer een kans op die Elytra. Woe! Oké, komt-ie, hè? Ik ga gewoon random alles geven aan die dingen. Ja, en ik hoop dat er ineens vuurwerk uit me komt. Hey, daar heb je het al. Ik heb zelf namelijk ook volgens mij weer eentje, of niet? Oh nee, ik heb er niet eentje. Maar ik kan er binnenkort wel weer even een paar halen. Gaat helemaal goed komen. Oh, maar ik kan hier niet eens meer doorlopen. Ik zit hier gewoon vast. Ja. Ik maak geen grap. Ik kan hier gewoon niet meer uitkomen, denk ik. Jij wordt gewoon platgedrukt. Ik word gewoon letterlijk platgedrukt.
Hey, alweer een achievement! Yeah. Oké, ik moet... Elba! Oké, je moet een ander... Begin gewoon te hakken, joh! Ja, hij begint gewoon... Hij wordt helemaal gek! Hij begint gewoon op zijn log te slaan, joh! Oké, ik ben eruit! Oh, weet je wat zo vervelend is? Heb jij een headset met draad? Ja. Oh my god, de draad zat onder mijn stoel vast. En het is echt super vervelend met draad, maar als ik het niet met draad doe, dan hoor ik mezelf niet praten. Want mijn koptelefoon met draad kan wel aangesloten worden op mijn mixer. En die draadloze headset niet. Er was dan ook een vraag van Gerson Jansen. En die zegt, en een sound effect geef ik nu aan Sam. Zo, heel... Wow. Het is maar één reactie, rustig. Waarom had je niet draadloze headset op? Nou, precies die reden. Deze headset kan aangesloten worden op mijn mixer. En dan kan ik wat effecten doen en dan kan ik zo episch maken. En dan kan ik gewoon mezelf horen tijdens het praten. En dat vind ik echt super relaxed. Sommigen vinden dat vervelend. Maar ik vind het chill. Ik ben dat gewend. En toen ik mijn draadloze headset gebruikte, had ik al elke keer zoiets van, ik mis wat. Wat is dat precies? Dat was dus dat ik mezelf kon terughoren. Maar dan heb je natuurlijk wel een paar nadelen. Dat je af en toe dit echt immens lange draad gewoon... Kijk dan hoe lang het is. Nee, dan gaat het ook nog naar mijn mixer. Ja, het is echt soms vervelend. Heb jij daar geen haakje voor dat je het op kan hangen of zo? Nee, ja, mijn stoelpoot. Daar gaat hij gewoon elke keer onder. Ja, precies. Dat probleem heb ik dus ook. Maar goed, ik zou zeggen, knophouden coin. Kom maar op. Oh. Elytra! Ah. Oh, had je die al? Ja, die had ik al wel. Ah, oh, dat zijn wel super vette blokken. Blokken? Ja, blokken. Blokken? Weet je wat coarse fruit is? Dat zijn geen blokken, dude. En zo, je moet nog veel leren over de nieuwe update, oké? Okay? Hier kan je hele vette blokken mee. Oké, okay, heb je hier endstone? Gast, ik heb nog heel veel meer van die coarse fruit, volgens mij. Echt? Ja, ik heb hier 7 stuks. Oké, okay, geef eens. Oh my god, wat ga jij doen, Sam? Oké. Okay. Kijk, dit is wel weer de pro die naar buiten komt van Sam, hè? Die naar voren komt. Oké, okay, met coarse fruit. Ja? Ik heb het nu alleen niet, maar je kan deze planten. En dan kan je blokken ermee maken. Alleen heb je geen endstone, hè? Oh, jawel. Nee, niet, dat is zand. Wat bedoel je met endstone? Endstone. Gewoon, je gaat naar de end en je gaat daar steen hakken. Oh, nee. Ik ben nog nooit naar de end geweest, hè? Ah, damn it. Als je die hebt, dan kan je blokken maken. Dan kan je met coarse fruit kan je hele vette blokken maken. Serieus? Dus dat moet ik bewaren? Je moet alles bewaren. Maar ja, wat bedoel je eigenlijk zozeer met... Je kan... Hier een zwaard trouwens, wel. Best wel goed zwaard ook. Wat bedoel je eigenlijk met je kan het planten? Dus je kan het planten op endstone. En dan krijg je een heel raar soort plantje. Het is heel vreemd. En kan je dat dan ook later weer gebruiken dan... Nee, je kan het zelf in een furnace doen. Oh nee, zo werkt! Je moet het in... Oh, kijk, hier rechts. Oh my god, en wat gaat het nu worden? Ja, dat mag ik maar lekker zelf uitvinden. Oké, dat is veel leuker. Kijk! Oh! Wat? En wat kunnen we daarmee doen? Oké, dan moet je er 4 van hebben. En dan kan je een blokje ervan maken. Echt waar? Maar een paars blokje. Kunnen we die coarse fruit niet vermenigvuldigen? Want zo raken we het kwijt. Ja, maar als je naar de end gaat, dan geloof me, je vindt er echt miljoenen. Oh, oké. Dus zo zeldzaam is het eigenlijk niet. Nee. Als je het zo krijgt, wel. Ja, precies. Maar wist je ook dat coarse fruit, dat je dat kan eten? Ja. En dat je dan teleporteert een stukje? Ja, precies. Okay. Alleen het werkt echt heel naar. Ik zal even... Kijk, ik heb er nu 4. Dan haal ik hem nu eruit. Ga ik even een voorbeeld geven. Kijk, nu sta ik hier. Dan neem ik even eentje in. Hey! What? Oh, je bent die... Sam, help! Wow. Wacht, zit je daar onder vast? Nee, maar... ik zat daar wel echt gewoon onder. Je zit gewoon daar onder te chillen. Oké, ik ga er even blokjes van maken. Dat kan gewoon hier in mijn crafting table. Ja. Even kijken. Oh, dit is gaaf. Precies. Yo, dit is gaaf, man. Ja, dat was geen boer, dat was gewoon mijn stem, hoor. Kijk dan. Ja, dat zijn toch super vette blokken? Zo, dit zijn echt hele fancy blokken. Hier wil ik gewoon een huisje maken. Nou, ja, precies. Nou, dat kan je dus met coarse fruit. Dat wordt het. Dit wordt gewoon een huis van mij. Met allemaal van dit soort blokken. Maar Enzo, denkstel. Kom. Denk snel. Denk snel. Zei dat vroeger nooit? Ik zei vroeger zo vaak, denk snel, en dan gooide ik een fles naar iemand. En dan moest hij hem vangen. Oh, echt? Wat betekent denk snel? Oh, oké. Wat betekent denk... Oh. Een monster. Oh, oh, daar kan je mensen mee trollen. Ja, je weet niet wat denk snel betekent? Nee. Denk snel, gewoon snel denken.
Oké. Oh nee, geen idee. Ik dacht... En dan gooi je... Dan eigenlijk, je gooit iemand... Of iets naar iemand en je zegt, denk snel. Oké, nou... Dat is wat wij vroeger deden. Dan ga ik een keer een iets gooien naar iemand en dan zeg ik, denk snel! Van een random iemand. Ja, ik ken je niet, geen idee, maar denk snel. Golden carrot. Daar heb je eigenlijk helemaal niks aan, maar... Nee. Je was er zo enthousiast over. Wow, hoeveel heb je er wel niet? Ik heb er 4! Oh! Deze is wel episch, hoor. Dude, kijk dan, Fortune 3, dude! I know, right? Deze is wel nice. Even kijken, volgens mij waren die net op. Want ik heb wel Fortune 3 op een pickaxe gedaan. Maar even kijken, hadden we nog een Fortune 3? Thorns 3 hebben we. Nee, we hadden geen Fortune 3 meer. Dat is echt heel chill dan. Ja, dat is super nice. En we hebben 5 Eye of Ender. En ik weet dat als je die gooit, dat die ook weer naar beneden komt. Maar dat is niet altijd zo. Dus vandaar dat ik het nu nog niet wil proberen. 1 op 16 is het. 1 op 16 kans dat je hem terugkrijgt? Ja, of zoiets of zo. Of dat je hem niet terugkrijgt? Dat je hem niet terugkrijgt. Oh, dat je hem niet terugkrijgt. Oké, dan krijg je hem op zich best wel vaak terug. Maar je zal maar net 5 keer achter elkaar die ene zijn. Dan ben je gewoon de lul. Precies. Maar goed, ik kreeg een reactie van Luna Tummers. Soundfact? Ja, PvP betekent volgens mij player vs player. Is dat zo? Ja. Wat dacht jij dan? Ja, ik wist het serieus niet. PvP kon ik echt niks uithalen. Maar dat schijnt dus inderdaad person vs person, oftewel player versus player te zijn. Ja, ja. De speler tegen speler. Je hebt PvP en PvE. PvP is player versus player. En PvE is player versus enemy. En een enemy is meestal een zombie of een skeleton op het stijl. Oké, op die manier. Ik snap het. Oké, Sam. Nou, wij hebben wat epische dingen gedaan. Ik heb alleen nog eventjes één ding te melden. Oeh. Bedankt dat je weer tijd hebt genomen om mee te doen in de survival. En bedankt kijkers dat jullie het altijd super tof vinden. De survival krijgt echt heel veel positieve en leuke reacties. Het waardeer ik echt enorm. Bedankt allemaal voor het kijken. Morgen weer een nieuwe epische aflevering. En dan gaan we iets leuks doen. Dus hopelijk zijn jullie allemaal bij. Vergeet niet een blauwe duimpje omhoog te doen. En tot morgen. Peace. Peace.